Natuurmonumenten gaat grond kopen van de gemeente Roosendaal. In 2007 is er een visie voor Visdonk gepresenteerd. Natuur- en landschapsontwikkelingen moesten gestimuleerd worden. Met de aankoop van grote stukken grond door natuurmonumenten wordt deze visie werkelijkheid. De provincie is echter ook druk bezig met het aankopen van grond voor de natuur. Ja, de provincie is zeer zeker betrokken, omdat het ook naadloos aansluit bij datgene wat de provincie wil. Nieuwe natuur, stedelijke uitloopgebieden realiseren. En dat betekent dus ook dat de provincie ook mede zal financieren datgene wat we in de visie hebben opgeschreven. Het stimuleren van de natuur betekent ook dat het waterpeil op veel plaatsen zal veranderen. Het Rozenven, waar zeg maar een aantal jaren geleden de gemeente een herstelproject heeft uitgevoerd, daar moet het waterpeil eigenlijk iets hoger. En daar zullen dus afspraken mee gemaakt worden samen met waterschap en met de aanliggende eigenaren en gebruikers. Dat kan voor omliggende boeren funest zijn. Vaak zie je dat er in de praktijk hele goede afspraken te maken zijn. Het waterschap is daar heel erg kundig in en met zo'n partijen gaan we ook gewoon samenwerken. Het kan wel zijn dat bijvoorbeeld hele intensieve teelten minder goed mogelijk zijn. Maar dat zijn tegelijkertijd ook teelten die eigenlijk niet passen bij het karakter van het landgoed. Dus die moeten verplaatsen? Onderdeel van gesprek zouden kunnen zijn om die teelten, zeg maar. Dus een aangepaste bedrijfsvoering, waarin boeren, zeg maar, wel een belangrijke rol hebben. Dat is ook een kenmerkend onderdeel van het landgoed. Er moet gewoon landbouw blijven. Alleen, zeg maar, hele intensieve teelten zullen dan rondom het Rozenven in ieder geval minder logisch zijn. De toegangspoort naar de natuur in het gebied Visdonk is de Rozenvendreef. Hier moet een grote parkeerplaats komen en een horecavoorziening voor recreanten. Na de zogenaamde recreatieve poort kom je langs het Gedenkbos, waar mensen een boom kunnen kopen voor €90. Deze symboliseert een voor hen speciale herinnering. Daarna passeer je het theehuis. Dit wordt ook opgekocht door Natuurmonumenten en gaat ruimte bieden aan het Milieu-Educatief Centrum. Nou, het voordeel is dat het een gelegen is aan het bos. We hebben dan een permanente plek waar we ons kunnen profileren. Ja, het is een mooie plek waar mensen en natuur samenkomen. Dus perfect voor een milieu-educatief centrum, denk ik. De verwachting is dat in 2010 een bezoekerscentrum van Natuurmonumenten en het MEC in het theehuis kunnen worden geopend.